hoe kun je nou leren om beter te presteren onder druk? In heel veel gevallen wachten we af of dat spontaan gebeurt door ervaring of door wat dan ook. Nou, en ik ben er meer voor van, nou, waarom zou je daarop wachten? Hè? Zou je niet proberen? Ja. Iedereen die onder druk moet presteren, proberen voor te bereiden. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren onder druk. Tips van Raoul Audians. Strafschoppen, het is en blijft een loterij. Maar ook de kriebels in je buik in de week vooraf en de experimenten op de dag van de wedstrijd. Wanneer de spanning toeslaat, lijkt veel van wat je geoefend hebt ineens niet meer te gelden. Wat maakt presteren onder druk zo anders? Hoe kun je hiermee omgaan en is dit te oefenen? We vragen het onze special guest, bewegingswetenschapper Raoul Audians. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, laatste week van het jaar. Nog een paar dagen en dan zit 2023 erop. Spanning in je lijf of niet? Oh, ik vind het zo spannend, jongen. Altijd weer die viering. Nou, ik ga natuurlijk even skiën dadelijk. Dat is altijd spannend, boven op de berg. Kun je het nog wel, hè? Kan ik het nog wel? Het is alweer een tijd geleden. Ik hoef daar gelukkig niet te presteren. Maar wij hebben nog maar liefst 2 afleveringen te gaan dit seizoen. Vandaag de laatste gast van het jaar, ja. Roel Audians. En volgende week nog onze oudejaarsaflevering met ook een update over alle nieuwe schoenen. Maar eerst maar eens naar onze gast van vandaag. Hij is al virtueel bij ons. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Slimmer Presteren podcast op de valreep in 2023. Jurgen, ik maak me er altijd makkelijk vanaf. Dan zeg ik tegen jou, Roel Audians, wat is dat? We beschreven hem als bewegingswetenschappen. Ja, dat is zijn achtergrond, maar is wel eentje die de sportpsychologie hoek is ingegaan. Ja. Ik kwam laatst, was het congres voor coaches, wetenschap voor de sportpraktijk volgens mij, ging over veerkracht. Nou, daar mocht Raoul uiteraard niet ontbreken, mocht spreken daar. En dan gaat het echt over presteren onder druk. En dat is toch altijd een mooi onderwerp, omdat mensen zeggen, ja, dat valt niet oefenen, een wedstrijdsituatie. Ja, dat is gewoon, er komen dingen op je af. Zo onverwachts, dan kan het wel eens misgaan. Terwijl Raoul heeft daar toch een best wel andere mening over. En doet dat ook uit zijn kennis als als wetenschapper. Als wetenschapper. Ja. Niet voor niks heeft hij laatst de Frank Bakker Award gewonnen voor de Nederlandse Vereniging voor Sportpsychologie. Kijk. En Frank Bakker is volgens mij echt de grondlegger, wordt als grondlegger gezien van de sportpsychologie in Nederland. Dus ik hoop dat hij ons triatleten en mezelf bijvoorbeeld, die toch altijd nog wel nog. Ja, ben je al spanningen. Een beetje gespannen voor jouw wedstrijd in 2024? Het wordt, de Rotterdam Marathon. Ja, kijk toch wel een beetje. Nu al? Als je erover begin ik al meteen. Ja, precies, voel je gelijk kriebels. Ja. Ja. Nou, ideale gast dus om op zoek te gaan naar het antwoord op de vragen als wat doet druk en spanning met je lichaam fysiek? Hoe kun je je als sporter hierop voorbereiden? Welke manieren zijn er om die druk na te bootsen op een training? Hoe ga je dan om met tegenslag in een wedstrijd? En hoe zorg je dat je gefocust blijft in een kolkend stadion of verdwaald raakt tijdens een marathon? Nou, heb je weer mooi bij elkaar geschreven. Ja. Raoul, nogmaals, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Bewegingswetenschapper die heel veel weet van sportpsychologie. Hoe komt dat?
Ja, nou, ik ben inderdaad ooit begonnen als student bewegingswetenschapper. En ik ben ook universitair hoofddocent bij de afdeling bewegingswetenschappen aan de VU nog steeds, al jaren. En eigenlijk als je kijkt naar de ontwikkeling in Nederland en eigenlijk ook wel in het buitenland, dan gaat het binnen de sportpsychologie, kun je eigenlijk uit twee richtingen komen, zeg maar. Eén is de sportsciences of de bewegingswetenschappen en de andere is vanuit de psychologie. Dat betekent dus ook dat er in Nederland een aantal universiteiten zijn waar je sportpsychologie onderwijs kunt volgen. Maar het is dus ook bij de afdeling bewegingswetenschappen aan de VU. Dus daar zit heel wat onderwijs op het gebied van de sportpsychologie, zoals het is ontstaan en waar Frank Bakker dus inderdaad ook degene is die dat allemaal in gang heeft gezet en ontwikkeld zijn tijd bij bewegingswetenschappen. Maar bijvoorbeeld ook aan de UvA, maar daar valt het wel degelijk onder de faculteit psychologie, waar je ook sportpsychologie onderwijs kunt volgen. Hetzelfde geldt in Groningen, ook bij bewegingswetenschappen en bij op de verschillende plekken in Nederland is daar het onderwijs. Excellent. En dat geldt dus ook voor mij. Dus ik ben begonnen als bewegingswetenschapper gestudeerd. Wel altijd geïnteresseerd geweest in de psychologische kant van de bewegingswetenschappen. Waarom? En van daaruit... Waarom? Want beweging gaat over fysiek, toch? Kan die kop nou schelen? Nee, dat kan natuurlijk niet. Hè. Dat gaat natuurlijk zowel mentaal, psychologisch als fysiek. Is allemaal belangrijk, sociaal. En je kunt ze, feitelijk gezien kun je ze gewoon ook niet echt niet los van elkaar zien. En natuurlijk, als je fysiek moet trainen, dan doe je bepaalde dingen. Maar of je wel of niet gemotiveerd bent, of je het volhoudt, hoe je met pijn om kan gaan. Dat zit natuurlijk allemaal ook in je mentale kant. En dat zijn lange tijd toch gescheiden paden geweest, ook binnen de onderzoekswereld en de academische wereld. Ja. Ja. Nee, zeker. En dus ik probeer zelf ook. Ik ben altijd zelf geïnteresseerd geweest en nog steeds in de presterende mens in zijn geheel. En juist al die fantastische dingen die sporters kunnen, maar ook dansers en muzici. Dat vind ik waanzinnig knap en dat fascineert me enorm. En hoe kom je daar naartoe? Hoe kun je dat verklaren? Maar ook hoe kun je dat beïnvloeden en hoe kun je daar nog beter in worden? Hey, prikkelende stelling. Zou je durven zeggen, zeker op topsportniveau, is niet per se waar we het voor maken, maar als de trainingsuren gelijk zijn en als de fysieke talenten gelijk zijn, is het koppie waar gewonnen en verloren wordt? Aan de ene kant is het koppie waar gewonnen en verloren wordt, maar ook wat je in die trainingsuren doet, wat jij hebt aangeeft. Hè? Oh, ja. Je hebt die trainingsuren, maar ik zit juist ook in van, wat doe je nou in die uren? Je kunt nooit onbeperkt trainen. Soms zouden we dat wel willen, maar dat gaat niet, want dan loop je tegen blessures aan of burn-out of wat dan ook. Ja. Dus we zijn altijd aan het kijken, maar binnen de tijd die je hebt om te trainen, om nou te zorgen dat je zo goed mogelijke kwaliteit van trainen hebt. En daar hoort bijvoorbeeld dus ook mentale training, of in ieder geval het trainen van de mentale kant van het presteren bij. Mooi. Meteen, want gebeurt dat al voldoende wat je ziet in Nederland? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar Nederland zelf, dan zie ik rondootjes en bepaalde spelvormen, et cetera. Maar misschien mis ik een hele boel daarin. Is het niet zo van dat je ook, als ik naar mezelf kijk of Gerrit, van je krijgt een bepaald trainingsschema of dat volg je. Maar dat zit het mentale aspect, wordt daar niet eigenlijk in benoemd of komt daar apart aan bod. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk, kijk, als je ziet waar we vandaan komen met de sportpsychologie in Nederland, dan zijn er echt heel veel goede stappen gezet de laatste jaren. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat er op heel veel plekken, ik zeg niet op alle plekken, maar echt op heel veel plekken nog heel veel winst te boeken valt. En er nog allerlei mogelijkheden zijn om ook dat mentale stuk te betrekken en daarin te verbeteren. En daarin lopen we deels ook nog wel achter bij het buitenland. Als je het hebt over sportpsychologische begeleiding of een sportpsycholoog als onderdeel van de professionele begeleidingsstaf. Mm. Nou, dan zie je dat in bijvoorbeeld Engeland en Amerika komt dat veel vaker voor en is dat veel normaler. Net als de inspanningsfysioloog en de strength and conditioning trainer, die wel vaak een vast onderdeel zijn. Maar de sportpsycholoog is dat in Nederland soms wel, maar soms ook, zijn ze wel betrokken, maar dan niet als vast onderdeel. Hè. Dus daar valt nog een hoop winst te boeken.
En daarnaast ook, los van of het met een bepaalde persoon betrokken is, ook binnen de training en de voorbereiding. Precies zoals je zei, hè, je gaat je voorbereiden op een wedstrijd, je gaat trainen, je doet je fysieke training. Binnen de balsporten doe je je tactiek, technische zaken. Maar dat mentale deel wordt in de training vaak vergeten, terwijl er ook echt mogelijkheden voor zijn. Moeten we dan, want wij hebben het in onze aflevering regelmatig over trainingsintensiteiten en over verschillende trainingsinvullingen. Maar dan hebben we het over een lange duurloop of juist een hoge intensity interval training. Zeg je eigenlijk, we moeten dat eigenlijk ook breder trekken of uitbreiden in een stuk mentale training? Of pak je dat binnen deze trainingsvormen, kun je dat gewoon prima inpassen? Nou, eigenlijk allebei. Je kunt nadenken over of je apart mentale training wil doen, waarbij je dus naast je fysieke training, noem ik het maar even, bijvoorbeeld oefeningen gaat doen voor ademhalen of angstreductie, het omlaag brengen van je spanning. Dat zijn allemaal mogelijkheden, maar tegelijkertijd, veel van mijn onderzoek zit juist op dat vlak, zijn er ook allerlei dingen die je binnen je dagdagelijkse training kunt doen om ook dat mentale mee te nemen. Hè? Om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij het nemen van een vrije worp of in veel balsporten, dan gaat het erom dat je je vaardigheden juist ook op het eind van de wedstrijd nog moet kunnen laten zien. Ja. Hè, dus dat betekent als je moe bent en als je al bijna tot het gaatje bent gegaan, en dan moet je toch nog die vrije worp nemen. Nou, dat betekent dus dat als je je fysieke training doet met je fysieke opbouw, hè, vaak wordt er met loodweken gewerkt, dan je begint met een lage loodweek en na 4 weken bouw je dat op naar totale uitputting fysiek gezien. Ja. Maar daar liggen nog kansen en mogelijkheden, omdat als je dan tegen uitputting aan zit, dan moet je juist ook die technische vaardigheden oefenen. Dan moet je vrije worpen gaan nemen en dan moet je, noem alle vaardigheden maar op, je juist onder die omstandigheden proberen uit te voeren. Hè. Ze zijn niet los van elkaar. Je moet je vrije worp, die moet je niet nemen in de pauze of alleen op trainen. Nee, die moet je kunnen nemen als je daar staat te hijgen en te puffen in het vierde kwart vlak voor het eind van de wedstrijd. Ja. Ja, en dan komen we dus bij presteren onder druk. Jij refereert aan de vrije worp, want je hebt veel onderzoek gedaan ook in het basketbal. Hè. In mijn intro had ik het al over de penalty in het kolkende stadion. Om maar eens even bij de basis te beginnen en te snappen waarom we dit soort trainingen misschien moeten gaan toevoegen. Kan je ons eens schetsen, en misschien is dat iconische beeld van die Nederlands elftalspeler die in dat kolkende stadion in de finale of in de kwartfinale de penalty moet nemen om door te gaan. Waarvan we allemaal denken dat wij dat als Nederlanders op een of andere manier niet lijken te kunnen. Terwijl die goal is toch zo groot. Wat gebeurt er in het hoofd, in het lichaam? Wat gebeurt er met zo'n speler als je zo'n ogenschijnlijk misschien simpele taak onder zoveel druk opeens moet uitvoeren? Zeker. Nou, ik denk dat de penalty, en dan eigenlijk vooral de penalty in de penalty shootout, dat een heel goed voorbeeld is. Hè? Als het echt de beslissende penalty serie wordt na 120 minuten voetbal, is altijd beslissend. Hè? Dus is altijd spannend. En het mooie aan die, tenminste vind ik mooi als buitenstaander, het mooie aan die vaardigheid is dat je staat op de middenlijn als speler en je moet dan vervolgens met lood in je schoenen, zullen we maar zeggen, naar de penalty stip lopen. Daar begint hij al, wil je zeggen. Die 30 meter daar naartoe lopen. Absoluut. Hè, dat is waar het gebeurt. En als je ook spelers erop bevraagt, ik noem eigenlijk altijd het voorbeeld van Steven Gerrard in zijn autobiografie. Nou, daar beschrijft hij echt in 2 of 3 pagina's wat er allemaal door zijn hoofd ging op het moment dat hij die een beslissende penalty, je moet mij niet naar details vragen, want mijn geheugen is daar niet voor gemaakt op een of andere manier, maar voor beslissende penalty voor Engeland in een penalty shootout, wat er allemaal door zijn hoofd ging. Nou, je moet je voorstellen dat als je dan die bewegingsvaardigheid, hè, die penalty, dat is een bewegingsvaardigheid, moet kunnen nemen. Daar zijn ze hoog op getraind. Ik bedoel, dat kunnen ze allemaal heel goed. Al die voetballers van Engeland, maar ook van Nederland, die kunnen echt heel goed een penalty trappen. Ja. Dat is het probleem niet. Maar de vraag is, kun je diezelfde penalty die je hoe vaak geoefend hebt eigenlijk relaxte omstandigheden, om het maar zo te noemen, kun je die vaardigheid eigenlijk wel uitvoeren onder de omstandigheden waaronder je die moet uitvoeren in zo'n penalty shootout. En dat betekent dus, terwijl er van alles door je hoofd gaat, terwijl er ook fysiek, penalty shootout sluit aan bij het voorbeeld wat ik net zei, dan ben je al uitgeput, eind van de wedstrijd, 120 minuten gespeeld.
Dat is de vaardigheid die je moet kennen en kunnen. Ja. En als je dat niet geoefend hebt, dan is het ook niet gek dat je dat niet kan op dat moment. Ja. Nee, en kan je ons eens meenemen onder de motorkap? Als dat, wat zegt de wetenschap? Wat kun je hier aan onderzoeken? Wat weten we van wat er, hetzij psychologisch, hetzij fysiek gebeurt? Ja, volgens mij vertelde je laatst over eigen onderzoek wat je bij de klimmuur volgens mij klimmers hebt gedaan. Ja. Hè? Hoe, misschien kun je aan de hand daarvan uitleg geven. We zijn zo rond 2006-2007 met het promotieonderzoek van mijn collega Rob Pijpers begonnen met vrij fundamenteel onderzoek naar de invloed van zenuwen, angst op waarnemen en bewegen. En daarbij hebben we gebruik gemaakt van een 7 meter hoge klimmuur bij ons in de experimenteerruimte op de VU. En daar hebben we systematisch groepen studenten en andere proefpersonen onderzocht, waarbij ze in eerste instantie van links naar rechts moesten klimmen op die klimmuur. Dus we gingen niet omhoog klimmen, dat was niet onze interesse, maar we lieten ze van links naar rechts een paar keer heen en weer klimmen en bewegen. En dat deden we laag op de muur, dus 10 centimeter boven de grond. Maar dat deden we ook hoog op de muur, waarbij ze dus in feite met de voeten 5 meter boven de grond zich bevonden. En met de ogen zo'n 7 meter boven de grond. Ja. En dan lieten we het heen en weer gaan. Het enige echte verschil tussen die twee situaties is gewoon dat mensen hoog op de muur een stuk zenuwachtiger zijn dan laag op de muur. En als je dan ziet wat wij allemaal in een aantal studies hebben gevonden, dan zie je dat, eerst is natuurlijk, zijn mensen zenuwachtiger hoog op de muur? Ja, dat waren ze. Dat gaven ze echt aan van, we zijn een stuk nerveuzer dan laag op de muur. Hartslag ging omhoog. Er was veel meer opbouw van melkzuur. Wat te maken had met het feit dat ze ook een veel hogere spierspanning hadden als ze hoog op die muur heen en weer klommen. Visuele aandacht was aangedaan. Hè. Ze moesten in een experiment lichtjes die om hun heen werden geprojecteerd, moesten ze detecteren. Nou, beneden ging dat helemaal goed en boven misten ze heel veel van die lampjes gewoon omdat ze hun aandacht daar niet goed bij konden hebben. Ze bewogen langzamer, ze gingen ook langzamer van links naar rechts. Ze hielden ook de grepen langer vast. En dus, als je optelt wat een... Kijk, het was ook niet zo, op sommige proefpersonen misschien wel, maar het verschilde. Het was ook niet zo dat ze echt helemaal totaal knijternerveus waren. Mm-hmm. Maar ze waren gewoon boven nerveus. Je bent nog steeds gezekerd. Hè? Ja, toch? Je bent gezekerd en alles, dat is allemaal op een veilige manier gedaan. Maar als je dan ziet wat het allemaal doet met je hele systeem, met je waarnemen bewegen, je ervaring van nervositeit, maar tegelijkertijd je spierspanning en alles. Nou, In die presentatie refereerde ik ook aan van ga dan dus, komen we weer terug op die penalty. Die penalty heb je geoefend. Dat is een zeer nauwgezette controle en aansturing van al je spieren en bewegingen om tot die geweldige trap te komen. Maar als daar dus maar iets meer spierspanning op zit en de timing van de aansturing van de spieren die je daarbij gebruikt net even 100 milliseconden anders is dan onder relaxte omstandigheden. En dan krijg je dus ook een hele andere trap. Ja. En dan is het dus ook niet zo gek dat je hem hoog over of naast of te zacht richting het doel trapt. Ja. Dus dit is iets wat je intuïtief ook al wel een beetje kan bedenken. Maar het is jullie dus ook gelukt om dit te reproduceren en wetenschappelijk te meten en aan te tonen. Ja. Heb je of zelf of ben je bekend met onderzoek of daar nog factoren op invloed zijn wat dit erger maakt of minder maakt of wat meer in het fysiek zit of meer in de ervaring. Zijn er nog varianten op deze effecten? Nou, zeker. Kijk, het is ook zo dat de interindividuele verschillen zijn ook best heel groot hierbij. Hè? Ah ja. Als je kijkt naar... De een heeft er meer last van dan de ander, zeg je. Ja, en de symptomen die mensen hebben, die zijn verschillend. Hè? Waarbij je dus... En vaak wordt er ook in het meten met onderzoek... Hè, want ik maak veel gebruik van zelfrapportage... waarbij ik gewoon aan mensen met een schaaltje vraag van... joh, hoe nerveus ben je nou? Mm-hmm. Maar vaak wordt er dan geroepen van maar je moet, dat is subjectief en je moet het objectief meten. Nou, ten aanzien van het eerste punt zeg ik dat is ook subjectief is ook, want ik wil weten hoe ze zich voelen. Ja. Dat is subjectief, dus daar vraag ik naar. Ja. En ten aanzien van die objectieve mate, tuurlijk, hè, je hebt allerlei objectief meetbare fysiologische responsen vooral. Dus klamme handen, die hartslag die omhoog gaat, de spierspanning die toeneemt. Dus het is ook goed daar waar mogelijk om dat te meten. Maar
Sommige mensen die hebben, als ze nerveus zijn, nee, dat wordt dan cognitieve angst genoemd. Die hebben last van allerlei gedachten die door hun hoofd gaan. En dat die, terwijl ze fysiologisch je bijna niks aan ze kunt constateren. Mm-hmm. En je hebt mensen die fysiologisch helemaal in de vlekken zitten, maar die eigenlijk in hun hoofd redelijk rustig zijn. En alle varianten daartussen. Ja, ja. En alles maken. En kun je dat smaken dan nog koppelen aan bepaalde andere persoonlijkheidskenmerken, denk ik aan? Dat, is daar onderzoek naar gedaan? Nou, dat is niet. Daar is misschien onderzoek naar gedaan, maar dat is niet waar ik bekend mee ben, dat het echt van persoonlijkheid afhangt. Dat heeft er ook mee te maken dat ik in mijn onderzoek me gericht heb op wat kun je nou controleren? Wat kun je controleren? En als je kijkt naar mensen die dus inderdaad, of met de penalties, of met de vrije worp, of wat dan ook, binnen de sport presteren onder druk, dan heeft iedereen daarmee te maken en alle verschillende persoonlijkheden. En tuurlijk is het zo dat sommige persoonlijkheden, maar dat hangt ook van hun ervaring af en wat ze allemaal hebben meegemaakt, kunnen daar meer of minder goed mee omgaan. Maar je ziet bijna, je ziet heel veel mensen die toch gewoon moeite hebben of hebben moeten leren zelf. Hè? Want bij een onderzoek gaat het natuurlijk ook over van hoe kun je nou leren om beter te presteren onder druk. Ja. Maar in heel veel gevallen wachten we af of dat spontaan gebeurt door ervaring of door wat dan ook. Nou, en ik ben er meer voor van, nou, waarom zou je daarop wachten? Hè? Zou je niet proberen? Ja. Iedereen die onder druk moet presteren, en dat is iedereen in de topsport, daarin meenemen en proberen voor te bereiden. En voor de een zal dat dus een veel grotere stap zijn. En voor de ander is het misschien net het laatste stapje om die beslissende penalty te kunnen nemen. Dus dat is een verschil dat men vroeger in ieder geval vaak nog werd gezegd, ja, je moet gewoon veel wedstrijden spelen om om die druk te ervaren. En jij geeft eigenlijk aan, nou, ik zou daar toch een stapje al voor zijn door in de training te pakken. Wat kunnen we doen dan? Nou? Ja. Wat kunnen we doen om ons hierop voor te bereiden? Nou ja, zeker. Maar nog even aansluitend op die, toch weer die penalty shootout. Hè? Want natuurlijk is het zo dat veel wedstrijdervaring helpt. Maar je ziet aan de penalty shootouts, het nemen van een penalty in een penalty shootout in een halve kwart of hele finale van een WK of Olympische Spelen of noem maar op. Dat heeft niemand vaak meegemaakt. Nee, precies. Dat kan helemaal niet door ervaring. Dus, en als je pech hebt, heb je het meegemaakt dat je hem overschoot. En dan ga je ook nog in dat patroon denken. Ja. Precies. En dan, maar het is absoluut ook waar. En dat zie je ook wel aan verschillende sporters en zo. Kijk, mensen als Messi en noem het allemaal maar op. Messi die op het laatste WK een penalty moest nemen. In verband met de VAR moeten ze ook vaak heel vaak wachten nu. Mm-hmm. Voordat er gefloten wordt. Nou, het onderzoek laat ook zien dat die tijd tussen het neerleggen van de bal en het fluitje, dat is wel degelijk iets wat het nog spannender maakt en tot slechtere penalties kan leiden. Maar als je dan kijkt naar mensen als Ronaldo en Messi en zo, ja, die hebben inderdaad wel zoveel ervaring. Die staan daar als een ijskonijn en vervolgens rossen ze die bal er ook in. Maar dan noem ik er ook twee, kun je zeggen. Dan noem er nog maar een paar die net zoveel ervaring hebben. Nou, dan wordt het opeens heel snel een stuk moeilijker. Ja. Dus die ervaring opdoen, dat is gewoon wel iets waar gewoon winst valt te behalen. En waarom zou je daar dan dus inderdaad op wachten? En waarom zou je daar dan niet op oefenen en trainen? Ja, precies. Dus waar begin ik? Moet ik eerst, want je zegt net, ik zie varianten van fysieke respons, mentale respons en alles daartussen. Stap 1, weten wat het bij jezelf doet. Of hoe gaan we aan de slag met ons voorbereiden op wedstrijdspanning en presteren onder druk? Ja, nou ja, bewustwording is een hele belangrijke. Hè? En ik denk dat juist die bewustwording al iets is wat nu, als je dus gaat wachten op de ervaring, pas gebeurt als je daar voor die beslissende penalty staat. En denkt van, Frank de Boer, die heeft natuurlijk toen de tijd twee penalties gemist in een belangrijke wedstrijd. Maar gaf aan, ja, de dag ervoor heb ik er nog 50 genomen, gingen de 49 in. Ja, het is niet dat ik niet geoefend heb. Ja. Nee, precies. Maar dat is het dus ook niet. Hè? Het algemene ding is dat het gaat er niet om dat je een penalty kan nemen, een vrije worp kan nemen. Golfputten is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld. Het gaat erom dat je het in die omstandigheden kan doen. Hè? De beslissende golfput of serie golfputs in de laatste ronde en de laatste holes van een competitie. Ja, dan zie je ook daadwerkelijk mensen
van de score van de ranking afvallen van 1 naar 5. En mensen omhoog schieten, omdat ze net wel die put even weten te maken. Ja, dan komt het stukje, denk ik, geplande verstoringen of planned disruptions. Ja. Daar heb jij onderzoek naar gedaan. Onder andere, je hebt Nederlandse coaches daar eens naar gevraagd, wat zij doen eigenlijk. Ja. Om eigenlijk verstoringen tijdens een training in te zetten als een manier om, zo vertaal ik het een beetje, atleten even uit balans te halen en te leren om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Ja. Kun je daar voorbeelden van geven? Het zoeken naar en dus ook van tevoren nadenken van wat kan er eigenlijk allemaal gebeuren? Hè? Want kijk, als alles netjes verloopt binnen een voetbal- of basketbalwedstrijd, dan heb je aan het eind van de wedstrijd via reguliere score heb je een winnaar of een verliezer. Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat we een beslissende vrije worp of penalty moeten nemen. Of dat het zelfs leidt tot een penalty shootout. Dus die wat als dingen. En dit zijn dan de reguliere voorbeelden vanuit de sport zelf. Maar wat als ik moe ben? Wat als ik een hongerklop krijg? Wat als ik... noem het maar op. Je kan die lijst zelf zo lang maken als je wil. Lekker band. Is het externe factoren ook? Fiets kapot, veten los... Ja, absoluut. Wat doe je dan? Hè? Ja. En je kunt bij wijze van spreken zo gek niet bedenken of het gebeurt juist in spannende wedstrijden, dan gebeurt dat. Maar ja, dat is dus ook iets waar je op kan voorbereiden. Het erover nadenken alleen al, dat helpt al om te denken van hey, hier had ik al rekening mee gehouden en ik had al bedacht, dit is plan B. Als dit gebeurt, dan hup. Fietswissels in het wielrennen zijn natuurlijk een belangrijk voorbeeld. Wat dus ook gewoon een onderdeel is van de sport. Hè. Daar is over nagedacht. Er zijn bepaalde fietsen die dan de kopman kan krijgen en de leenfietsen. Maar als je dat niet zou hebben gedaan, dan leidt dus of een lekke band of een fiets, iets wat er met je fiets is, dat leidt meteen tot verlies. En nu hoeft dat niet, omdat je toch bent voorbereid op dat soort zaken. Dus die kun je daar zeker ook in meenemen. Maar ook de spannende dingen. Hè? Wat nou als ik inderdaad nerveus word? Of wat als we dan toch die penalties moeten nemen? Normaal ben ik wel niet de penaltynemer. Maar ja, bij een shootout sta ik misschien wel op het lijstje. Hè? Dan kun je daar maar beter op voorbereid zijn dan dat je daardoor verrast wordt tijdens de wedstrijd. Ja, dus het bedenken van wat kan er gebeuren is stap 1. Ja. Wat kan er eigenlijk allemaal gebeuren? En Raoul, is de verrassing dan eigenlijk waar de pijn zit in die zin, sportpsychologisch? Op het moment dat je verrast wordt, dan zal natuurlijk die angsteffecten heviger zijn, waardoor die beperkte visie, waardoor die coördinatie, hartslag, lactaat en al die aspecten die je net noemde van die stress, dan erger zijn dan als ik het gevisualiseerd heb en dus de verrassing kleiner is. Is dat de redenering? Qua verrassing is het handig om dus plan B of plan C achter de hand te hebben, zodat je inderdaad niet overrompeld wordt en niet meteen letterlijk buitenspel staat van dit had ik niet verwacht, dus nu in het heetst van de strijd. Maar vervolgens is het ook, en dat is uiteindelijk ook de kern, vervolgens gaat het er ook om van als dat dan gebeurt, dan moet je dus ook die vaardigheden waar het om gaat, onder die omstandigheden kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Dus als je ook, stel dat je kijkt bij een penalty shootout, dat zie je aankomen op een gegeven moment. Sterker nog, je weet het als je in de knockout fase van het toernooi zit, dan komt dit aan het einde van de wedstrijd bij gelijkspel erbij. Ja. Precies, en het gebeurt ook best vaak tijdens die toernooien. Dus daar hoef je helemaal niet verrast door te zijn, ook al zijn we dat soms wel. Maar daar moet je gewoon daar kun je deels van uitgaan. Je zegt van maar als het gebeurt, dan is dit het plan wat we hebben. En wat ik net zei, nog belangrijker, dan hebben we ook penalties. Penalty is een goed voorbeeld, hè, maar alle vaardigheden, maakt niet uit. Die hebben we ook geoefend onder die omstandigheden waarbij we weten dat er van alles door ons hoofd gaat. Dat we allerlei fysiologische reacties, dat we gewoon zenuwachtig zijn. En we hebben geleerd onze aandacht toch bij de taak te houden, ondanks het feit dat we in die situatie terechtkomen. Hoe doe je dat dan, Raoul, op een training? Want zo'n vol stadion en het belang van die ene penalty. Dan zet je dan speakers neer met vijandig boegeroep. Wat doe jij op een training om die druk en die effecten van druk na te bootsen? Ja, het is precies wat je zegt. Toch proberen de situatie daar waar mogelijk na te bootsen. Een publiek zou kunnen. Het geluid van het publiek. Het geluid van het publiek, dat zou kunnen. Maar toch is dat ook niet
waar het om gaat. He, zo'n nou ja, anekdotisch bewijs van Hiddink ooit met Zuid-Korea. Die ging gewoon. Kijk, tijdens WK's en dat soort toernooien, dan zijn er ook altijd publieke trainingen. En die had, die had het stadion tijdens de training vol met Zuid-Koreanen, die hartstikke enthousiast waren. En hij is gewoon een penalty shootout gaan doen. Dus hij was misschien aan de trainen aan de ene kant van het veld en hij zei tegen de spelers één voor één: hier heb je een bal, ga maar die kant op. En wel met een volle tribune. Nou, we weten alleen, ik weet niet wat daar de effecten van zijn geweest, maar ze zijn in ieder geval één ronde doorgekomen met de penalty shootouts. Ja, maar je kunt als je dat kunt nabootsen, dan is dat iets. Nou, dit is dan echt op een toernooi, maar ook op een training kun je dat doen. Je moet je ook even inbeelden. Nou, een belangrijk punt wat ik eerst moet noemen is, in ons onderzoek hebben we ook laten zien, ook weer met die klimmuur, dan lieten we mensen uiteindelijk ook darten op die klimmuur, laag en hoog op die muur. Omdat we ook echt een goede prestatiemaat wilden hebben. En met heen en weer klimmen hadden we dat niet echt. Maar vervolgens hebben we ook een groep hoog op die muur getraind en een andere groep laag op die muur getraind. En ook een groep laag op die muur, maar met mildere stress. En dan zeiden we, nou, nu wordt het belangrijk, we zetten er een camera op. Hè. Dat zijn ook meteen methodes die zou je kunnen gebruiken. Ja. En dat ook met die milde stress, met die milde nervositeit, dat ze het uiteindelijk hoog op die muur ook beter gingen doen. Hè, dus het uitgangspunt is niet, ik moet, want dat is vaak de misvatting van, ik moet evenveel stress hebben in training voordat ik effect heb, als in het echt. Ja, dat hoeft niet. Want dat zeg ik als mensen dan zeggen, ja, maar die stress kun je, dan zeg ik, daar zijn we het meteen over eens. Eigenlijk wel mee eens. Ja, dat kan niet. Ja. Dat is heel moeilijk. Maar het onderzoek laat jou zien, als je ook maar iets bewerkstelligt bij die persoon, dat er een flart van een gedachte door iemands hoofd gaat van, oei, als ik hem mis, dan staan ze toch allemaal te kijken. Of oei, als ik hem mis, dan staat het toch op video. Maakt even niet uit. Dan heb je hem al niet meer in zijn normale, van oké, ik neem nog even een penalty, jongens, dan gaan jullie alvast naar douchen context. Ja. Dus als je erin slaagt om gewoon op een training te zeggen, nou, net zoals Hiddink heeft gedaan, maar dan dus niet per se met een vol stadion. Van oké, jongens, we gaan één voor één een penalty nemen. We gaan inderdaad toekijken. Simuleer ook dat lopen. Waarom zou je dat lopen niet meenemen? Dat is een ideaal trainingsmoment, want dan gaat er van alles door je heen, waarvan je dus ook bewust wordt, dat je denkt van, oeh, als ik dit moet doen, dan gaat er echt van alles door me heen. Tegelijkertijd, als je dat dan wat vaker doet, want je laat natuurlijk ook niet bij één keer, dan heb je ook de mogelijkheid om jezelf positief toe te spreken en om je ademhaling te reguleren. Te zorgen dat je je aandacht erbij hebt. Of te zorgen van, nou, prima met mijn gedachten nu. Als ik de penalty moet nemen, dan blokkeer ik alles. Nou ja, dan komen de mentale trainingstechnieken wel van pas. Maar die moet je toepassen in dat stuk lopen bijvoorbeeld. Ja. Maar als je door of een camera erop, of een selectie, of je moet desnoods een boete in de pot stoppen, waar je met z'n allen ooit weer van uit eten kan gaan. Het hoeft helemaal niet grote bedragen, maar het gaat om het principe. En al die sporters die zijn ambitieus, iedereen wil winnen van elkaar. Dus dan is zoiets van iets op het spel zetten, dat is eigenlijk de samenvatting, zorgt er al voor dat je niet meer in je totaal relaxte toestand je vaardigheden aan het oefenen bent. En dat kan je al helpen om uiteindelijk beter onder druk te presteren. Ja, want dat is dus eigenlijk wat ik, als ik goed naar je luister, wat er moet gebeuren. Uiteindelijk gaat het wel degelijk toch om die ervaring opdoen. Alleen je creëert als het ware extra momenten ervaring of lichte ervaring door in een trainingscontext stress te introduceren op de taak die je uiteindelijk tijdens de wedstrijd moet uitvoeren. Ja, nou ja, en wat ik eerder aan het begin aangaf. En ik denk dat vaak wordt nagelaten. Dan gaat men wel penalties trainen. Het laatste WK heeft Van Gaal ook gezegd tegen zijn spelers, joh, je moet penalties gaan oefenen. Ja, als je penalties gaat oefenen zoals je altijd penalties oefenen. Ja, nee, met 50 ballen en schiet hem nog een keer. En schiet hem nog een keer in. Of van, oh ja, ik moet nog een paar penalties nemen. Ik zeg niet dat slecht is voor het nemen van je penalties. Het is goed. Ik zeg niet dat voor je de vaardigheid moet penalty schieten is het goed, maar niet voor het oefenen van presteren onder druk. Nee, maar je moet dat stukje, dat moet erbij. Hè? Dat je ook zegt van, ik ga het nu even doen en ik probeer op wat voor manier dan ook de druk op te voeren.
En dat geldt bijvoorbeeld ook in sport, in muziek en dans. Hè? Muziek ook, dan moet je je muziekstuk instuderen. En vaak studeert men de muziek in. En dan gaat men naar het optreden of de auditie of zo. Terwijl nee, dan moet je nog het zodanig instuderen dat je het ook onder druk kunt uitvoeren. Dus daar zit die vergelijkbare... Ik heb toevallig in jouw lijst met publicaties gezien dat je daar ook wat over gepubliceerd hebt. Hoe doe je dat dan in zo'n muziekcontext? Hoe introduceer je daar dan die stress? Nou, dat is eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Je kunt zeggen van nou, ik zet er een camera op. Je kunt, als je altijd stil in je eentje zit te oefenen in je oefenruimte, dan kun je ook zeggen van nou, voordat ik het ga spelen, ga ik het ook thuis voor vrienden of voor je ouders, voor je familie. Je zal zien wat een verschil het is. Nou, stel dat ik speel geen muziekinstrument. Stel dat ik nu een muziekinstrument zou spelen. En dat oefen ik en ik kan dat spelen en zo. En jullie me nu zeggen, oh joh, speel even wat. Ja, camera loopt. Camera loopt, wat denk je dat er met mij gebeurt? Ja. Dan is dat spelen wat ik dan ga doen echt anders dan als ik gewoon zonder de camera en microfoons hier dat ga doen. Dus het is echt van, oké, je oefenruimte, het spelen, het trainingsveld. Prima om dat allemaal te doen, dat hoort er ook allemaal bij. En af en toe, geef het even een zetje en zet even wat op het spel. En zorg ervoor dat je niet alleen maar vrije worpen hebt geoefend, maar dat je ze hebt geoefend terwijl je moe bent en terwijl het even spannend is. Of, nou, dan kun je, als je daar creatief over nadenkt. Ik kan een paar voorbeelden noemen, maar ik denk dat coaches daar nog veel creatiever in kunnen zijn. Van, hoe kun je dat dan doen? Ja. Want je weet ook niet of je altijd maar hetzelfde moet doen. Nee, precies. Dan moet je natuurlijk weer in variëren. Anders is het weer voorspelbaar. Ja, het verrassingselement moet er wel blijven zijn natuurlijk. Maar daar hoort eigenlijk ook bij dat je de bal, een grotere bal neemt. Bijvoorbeeld bij strafschop of de lucht eruit hebt gelaten. De goal iets groter of kleinere afstand van 11 meter iets groter maken. Ja. Al dat soort variaties eigenlijk of onverwachte dingen meenemen. En oefenen eigenlijk. Want dat, ja, precies. Ja. Ja, en eigenlijk dus inderdaad zoeken naar variatie van omstandigheden waaronder je je taak moet kunnen uitvoeren. Ja. De taak is hetzelfde steeds, of de vaardigheden waar je het over hebt. Maar die moet je niet alleen op een gladrollend veld op een maandagavond op trainen als de zon schijnt. Weet je, dat moet ook als het veld slechter is. Dat moet ook als de druk erop staat. Dat moet ook op de WK in de WK-finale. Dat raakt eigenlijk ook gewoon aan differentieel leren of motorisch leren eigenlijk van veel verschillende prikkels aanbieden. Ja. Waardoor het lijf of het lichaam op een gegeven moment gewoon onder verschillende omstandigheden toch de juiste beweging weet uit te voeren. Maar in dit specifieke geval gaat het dan zeker om het opwekken van stress. Ik zit even te kijken, want inderdaad alle balsporten redelijk logisch al. Ik zit even te verkennen hoe ik dat naar een duursport als triathlon, hardlopen, wielrennen kan verkennen. Ja. Vertalen. Zou dan betekenen dat we op het einde van de training een wedstrijdvormpje of zo introduceren? Om toch even dat... Want precies wat je beschrijft, die hartslag die omhoog gaat, dat is natuurlijk precies ook wat bij een duursporter gebeurt op racedag. Ja. Ik denk dat kijk, je moet ook specifiek naar de sport kijken, hè, en naar de specificiteiten van de sport. Hè. Dus bij duursporten, marathons lopen, triathlon en zo, is de vraag van wat zijn nou de mentale uitdagingen? Hè? Je moet gemotiveerd blijven, je moet je energiehuishouding is gigantisch belangrijk. Ik weet wel één, Raoul. Geen gekke dingen gaan doen op racedag. Omdat je onder druk van, oh, nu gaat het erom, opeens een blekje Red Bull gaat pakken. Of iets anders gaat aantrekken. Of ergens ga je natuurlijk rare dingen doen op die dag. Tenminste, ik wel. Weet ik uit ervaring. Nou ja, dat zou ik dus inderdaad wat minder doen. En inderdaad weten wat je op de racedag gaat doen. Van eten, drinken en noem het maar op. En je tijd. En ook het wachten op is vaak ook iets wat speelt. Ja. Kijk in hoeverre het bij die sporten ook echt zenuwen zijn. Kijk, op een gegeven moment ben je natuurlijk 2 uur of langer zelfs met iets bezig. Dus in hoeverre daar nog hard de stress en de zenuw doorheen spelen, dat weet ik niet. Dat vind ik lastiger. Misschien inderdaad tegen het eind. Of als het op het scherp van de snede naar een bepaalde positie, 1, 2 of 3 of anders, dat maakt niet uit.
dat spannend kan worden. Maar ook dan weer even terug naar die what-ifs. Wat nou als ik toch energieproblemen krijg halverwege de wedstrijd? Hè? Wat doe je dan? Nou, als het goed is, heb je daar ook wel bepaalde scenario's voor. Maar het kan ook zijn dat je daar toch even net niet goed over na hebt gedacht. Of dat je net te weinig voeding, jelletjes of weet ik veel wat bij je hebt. Ja, daar moet je goed op voorbereiden. Dus ook weer eerst de what-ifs. Ja. En wat zijn nou de dingen waar je... die je mogelijk kan tegenkomen, die er voor jou voor zorgen dat je het eind niet haalt of dat je toch slechtere tijd loopt. Maar ja, bijvoorbeeld die jelletjes, je raakt ze kwijt. Of je scheurt ze open en vliegen uit je hand. Of je krijgt enorme maag-buikpijn. Ja, dan ga je bijna zeggen, in een ideale wereld heb je dan een alternatieve set bij met een andere smaak of een andere textuur of noem maar op. Maar ja, dan kom je uiteindelijk, moet je dan wel heel veel met je mee. Dit is dus een slecht plan B. Ja. Dus dan gaan we naar plan C. En dat is dat je al gevisualiseerd hebt dat je misschien dan een tijdje terug moet in tempo. Ja. Ja. Dan kun je ook het einde nog halen. Op die manier. En dan ga je natuurlijk je doelen evalueren. Wil ik nou alleen maar snel, of is finishen ook goed genoeg? Kijk, of moet ik uitstappen als ik mijn jelletje laat vallen? Jij denkt daar vaker over na dan ik. Zeker. Nou, dat is wat we hadden net buiten de uitzending over. Ga jij naar de CPC in voorbereiding op je marathon van Rotterdam? Zei je nee, denk het niet. Doe het allemaal hier in de buurt. Een van de dingen die fijn is om wel al een keer naar Den Haag in zo'n massaal evenement te gaan, is dat je die wedstrijddagroutine al een keer doorgaat met reizen, parkeren, stress, tassen, opslag, weet ik het allemaal. De duwtjes bij de start. De vraag is hoe het voor ons als recreatieve atleten, hoe belangrijk het allemaal is. Maar dat is natuurlijk wel, als je wedstrijdspanning vol zikkers voor zo'n eerste marathon, ga vast eens een keer naar een heel groot evenement, maar dan een minder grote duur inspanning op je staat te wachten. Roel, ook in je presentatie heb je daarover. Aandacht bij de taak houden. Hè? En dat is vaak lastig. Vooral ook juist, denk ik, voor triatleten die gedachten gaan wel eens alle kanten op. Hè? En voor je het weet, ben je helemaal niet meer zo bezig met die taak. Ja. Het is best wel moeilijk hè? Om 2 uur, misschien 3 uur, 4 uur lang voor sommigen bezig zijn met de taak. Ja. Wat zijn daar nog? Wat zijn jouw ideeën daarover hoe je dat kan trainen of leren? Nou ja, ik denk dat je voor een... Kijk, bij dat soort duur evenementen is natuurlijk je race-indeling gewoon heel belangrijk. Mm. En in die race-indeling kan je natuurlijk het hebben over het tempo. En altijd gekoppeld ook aan parcours, hè, wat jij net aangaf. Kijk, er zijn natuurlijk marathons, wat ik zeg, is niet mijn expertise of zo, maar die hebben veel bruggen. Hè, en waarbij je toch veel omhoog gaat. Ja, dan zal je dat toch in je voorbereiding moeten meenemen, zou ik zeggen. Ja. In ieder geval als je... Nou, twee zaken die spelen als je goede prestatie wil neerzetten. Maar je gaf net aan van ja, hoe erg is dat dan voor amateurs? Maar je wil ook een mooie ervaring hebben of een goede ervaring hebben. En als je bij wijze van spreken tegen de brug oploopt en denkt, oei, dit heb ik niet gedaan. Ja, dan is ook meteen je ervaring een stuk minder. Ja. Net als die, je had het net over wedstrijden en die ervaringen in Den Haag. En zo, dat kan er wel voor zorgen dat straks je beleving bij de echte wedstrijd, dat die in ieder geval beter is. Even los van op welke plek je komt en welke tijd je daarmee loopt. Hè. Dus, ja, mooi. Dus al die dingen kunnen helpen in de voorbereiding en de beleving en de prestatie die je uiteindelijk neerzet. Als het gaat om aandacht houden voor 2, 3 of 4 uur, nou, dan zou daar wat mij betreft in de voorbereiding, maar het is ook iets wat je proefondervindelijk met je trainingen moet uitvogelen. Kijken wanneer... Het gaat er niet per se om, dat geldt in de andere sporten ook, dat je 190 minuten vol gefocust bent, want daar zitten op- en neer momenten in. Nou, daar kan je ook in duurlopen, kan je daar zelf een keuze, een aandachtsplan voor maken. Van nou, in het begin heb je je aandacht ook anders bij de taak dan als je halverwege de race en aan het eind zit. Want dan verschuift ook je aandacht met waar je op dat moment in de race mee bezig bent. En het is bekend bijvoorbeeld bij ervaren duursporters, dat die wel een stuk beter bezig kunnen zijn met alles wat ze voelen in hun lijf. En dat ze juist helpt om inderdaad goed te monitoren of ze moeten vertragen of versnellen, of wat daarin de mogelijkheden zijn. En dat is iets wat minder ervaren duursporters, die vinden dat veel moeilijker en die moeten misschien
toch af en toe om ermee om te gaan überhaupt. Zullen dus ook een mindere prestatie neerzetten. Bezig te nadenken over dat strand of weet ik veel wat. Waar ze zich prettig voelen. Omdat ze zich echt heel, omdat ze zich op dat moment vrij beroerd voelen. Ja. En interactie met publiek. Bijvoorbeeld als ik in Rotterdam straks die marathon loop. Moet ik meejuichen? Moet ik met de handjes gaan klappen? Etcetera. Is daar, want dan ben ik iets minder bewust met mijn taak bezig, denk ik. Verspilling van energie, zullen sommige mensen zeggen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dat ook daarvoor geldt. Dat is goed om uit te vinden. Ik denk dat het goede afleiding kan zijn, waar natuurlijk ook heel veel motivatie uit, waar je heel veel motivatie uit kan halen. Hè? En die kracht van motivatie, nou, dat is denk ik het spel bij dit soort duursporten. Van hoe kun je dusdanig gemotiveerd zijn dat je inderdaad, ondanks de fysieke ongemakken, om het maar zo te zeggen, toch door kunt gaan. En daar, ja, je kunt daar letterlijk ook een boost van krijgen. Maar ook daarvoor geldt dus van ja, je zegt van ja, wat moet ik dan gaan doen? Ja, nou ja, je kunt er nu over nadenken. Maar ik zou wel iets proberen tijdens training. Ja, niet dat je gaat juichend door het Vondelpark of waar loop je. Maar wel van wat kost het me aan energie als ik wat doe? Ja. Hè, en dat publiek, dat motiveert natuurlijk enorm. Dat roep je letterlijk naar de streep toe. Dus daar moet je ook wel gebruik van maken, zou ik zeggen. Dus ik ga dat vind ik altijd zo sneu bij die topsporters. Ook, ik heb een paar keer op de Olympische Spelen mogen kijken. En dan hoor je achteraf altijd dat het is een hoogtepunt van een carrière. Maar als je daar dan zit, dan is de enige focus, opdracht die de sporters hebben. Ja, vergeet die hele setting. Precies. Vergeet dat stadion. Focus op je taak. En doe gewoon wat je altijd hebt gedaan. Ik vind het wel. Is dat ook. Ja, ik hoor jou nu eigenlijk zeggen, hoe je kan ook zeggen, nou, als je weet dat je ze heel erg motiveert. Hè? Ik moet denken aan onze Jamaicaanse sprinter, Bolt. Die ging juist natuurlijk altijd het publiek enorm naar binnen halen. Ja, precies. Hè? Dus je ziet ook dat mensen daar heel erg in verschillen. En ik denk, dat is ook wat ik bedoel met die voorbereiding. Dat zul je voor jezelf moeten uitvinden. Ik denk dat een heleboel mensen wat Bolt deed, als ze dat gaan doen, dan zijn ze er meteen uit en dan komen ze nooit meer in concentratie terug. Maar hij leefde daarvan. Hè? Dat is precies wat hem wel motiveerde en wat hij ook belangrijk vond om te doen. Omdat er komt natuurlijk veel publiek naar hem kijken. Dus als je dat, in zijn geval, dat kan je. We hebben ook hele grote sprinters gehad die gewoon zich concentreerden. Een zwaaitje naar het publiek bij het voorstellen. Maar meer moeten ze ook niet doen, want dan zijn ze te veel afgeleid. Ja. Maar dat moet je ook voor jezelf uitvinden wat je daarin prettig vindt of wat je daarin lekker vindt. En dat is wel degelijk iets wat met ervaring zou kunnen groeien natuurlijk. Als je veel ervaring hebt, kan je daar misschien wat vrijer mee omgaan dan aan het begin van je carrière. Maar sowieso zitten daar wel de verschillen in wat je moet gaan uitzoeken. Wat werkt voor mij? Wat kan ik doen? Ja. De toekomst zit ik een beetje aan te denken. De VR-brillen die zijn in opkomst of de augmented reality. Ja, dat lijkt me echt ideale manieren om wedstrijdsituaties, vijandig publiek, van alles kan je daar aan toevoegen. Ja. Om op die manier te trainen. Gebeurt dat al of gaat dat gebeuren? Ik denk zeker dat dat gaat gebeuren. Twee dingen waar ik aan denk. Ik heb zelf betrokken geweest bij een onderzoeksproject, een Europees project. Maar het was gericht op het trainen van politiemensen voor stresssituaties met VR. Mm-hmm. Die ontwikkeling is er al en dat gebeurt ook al. En dat is dan virtual reality, dat mensen in een oefensetting met een bril opstaan en om zich heen kijken alsof ze in de stresssituatie staan. Ja, precies. En dan sta je dus echt in een spannende situatie met een verdachte, met geluid een wapen, en beeld. Met geluid en beeld. En dan moet je zelf beslissen van wat moet ik doen? Hoe moet ik die persoon aanspreken? Moet ik zelf mijn pistool hanteren? Nou, daar zit aan die kant, dus aan de voorkant van het daadwerkelijk handelen, zitten nog heel veel het nemen van beslissingen, hè, die je als politieman moet doen. Dus daarom is dat VR op dit moment daar ook echt al geschikt voor, als je de juiste context kunt maken. In de sport is dat juist nog iets wat lastig is, omdat die interactiviteit die je met sporten hebt, daar zijn ontwikkelingen. Hè. Dat gaat zeker komen in de toekomst. Maar daar zit nog, hè, je moet daadwerkelijk de bal voelen als je hem slaat. Mm. Dus daar zijn wel mogelijkheden om dingen te doen, om omgevingen te creëren. Ook bijvoorbeeld voor het trainen van spelinzicht. Die ontwikkelingen die zitten er zeker aan te komen.
Maar als je echt bijvoorbeeld een vrije worp of een penalty wil nemen in bepaalde omstandigheden, dan is ook, hè, dus dan kun je wel degelijk die omgeving creëren. En ik zeg ook niet, dat moet je nu nog niet doen. Ik denk dat je dat nu al zou kunnen doen. Maar de echte penalty gaat het niet zijn natuurlijk. Hè, want je staat in een ruimte met niet een echt veld en een echt doel. Nee. Nou, daar hebben wij als duursporters misschien een voorbeeld. Ja. Een voordeel, want wij hebben natuurlijk geen bal. Dus ik moet meteen denken, we hadden het vorige week over binnentrainen, binnenfietsen in de virtuele werelden, zoals bijvoorbeeld een Zwift. Ja. Ik heb daar voor het eerst ook nu mijn eerste koerservaringen opgedaan en wielerwedstrijdjes gereden in een pelotonnetje en te vroeg weggedemareerd en voor de finish gecrashed. Precies. Waar ik dus ook inderdaad beslissingen moet nemen en moet trainen dat ik moet wachten. En dus gewoon daar aan de lijve ondervind dat ik onder het mom van mijn eigen opwinding en excitement dat ik misschien wel kans maak. Veel te snel mijn kruid verschiet. Ja, nee, dat absoluut. Dat doe je liever niet in het criterium van pak een beetje maden. Ja. Ik ben dit jaar natuurlijk aan het trainen voor de teamcompetities, Eerste Divisie. Ja. Dat zijn stegenwedstrijdjes. Ja. Dus daar moet ik toch ook gaan leren. Ja. Nee, maar wat je zegt, een heel peloton. Daar kom ik niet vaak in terecht. Nee, maar dit... Op deze manier kan je het ik al wel... Ik vond het wel, verrassend, ik vond het verrassend hoe reëel, precies wat jij beschrijft, Roel, de gevoelens van stress, opwinding, de hartslag, want dat kan ik natuurlijk terugzien in mijn data, hoe reëel dat het echte racegevoel, en dan moet iemand die echt race dan mij maar op verbeteren als dat niet zo is, maar voor mij leek het in ieder geval behoorlijk echt. Maar dat is ook wat je in algemeenheid wel nu zo ziet gebeuren. Even los van en wat je noemt, ik noem hem even voordat ik hem vergeet. Is natuurlijk Max Verstappen, Formule 1. Mm, ja. Ik weet niet hoeveel tijd die in de simulator trainen. Maar dat is echt heel groot in die wereld. Als vast onderdeel van de training. Maar wat onderzoek naar VR laat zien. Ook dat onderzoek wat we zelf hebben gedaan. Maar ook andere vergelijkbare studies. Is dat je in VR ook daadwerkelijk die symptomen kunt opwekken die je in het echt ook krijgt. En dat is stap 1. Hè? Kun je nou, als je die in een virtuele omgeving gaat, kun je nou hetzelfde bewerkstelligen aan reacties en responsen die door je heen gaan. Ook de gedachten. Ik hoor jou ook zeggen van, oh, ik dacht ik ging te snel. En dat is ongetwijfeld door je hoofd gegaan. Ook zeker, los van je fysieke reactie. Hè? Dus dat hele arsenaal aan responsen, dat kun je nou niet simuleren, maar opwekken in een gesimuleerde omgeving. En dat biedt inderdaad veel mogelijkheden. In de muziek is een ander voorbeeld, is eigenlijk een vergelijkbaar voorbeeld, waarbij met een echte speelruimte en een achter de coulissen ruimte, maar er vervolgens voor een scherm gespeeld moet worden, waar het publiek op geprojecteerd wordt. Of waar het auditiepanel op geprojecteerd wordt. En dat publiek en dat panel, dat kun je weer allerlei gedrag laten hebben. Waardoor je precies zoals jij nu net beschrijft. En dat laat het onderzoek ook zien. Aaron Williamon uit Londen, die doet daar veel aan. En Janine Stubbe hier bij Codarts op Rotterdam hebben die net ook zo'n performance lab hebben ze ontwikkeld en neergezet. Daar moet het onderzoek nog mee starten. Maar je ziet gewoon dat je de responsen kan opwekken die je ook gewoon in het echte, als je echt moet gaan spelen voor het publiek hebt, nou dan is het natuurlijk een geweldige trainingsomgeving om te doen waar we het hele tijd over hebben. Van hoe kun je nou de druk verhogen tijdens oefensessies? Klinkt ook als een uitdaging voor jou om dat onderzoek in die klimmuur. Dat kan je op deze manier ook wel mooier met VR. Je kunt nog wat hoger maken. Ja, wat nou 5 meter? Ja. Je staat bovenop een wolkenkrabber van 300 meter. Ja, precies. Nou, wat wel belangrijk is, hè, dat is ook wat we met dat DART-onderzoek op die klimmuur hebben ondervonden. Het gaat er niet zomaar om dat je angst ervaart en dat je dat een paar keer doet. Ik zeg niet dat dat niet zou kunnen helpen. Maar het gaat er daadwerkelijk om dat je je taak leert uitvoeren onder die omstandigheden. Ja. We hebben dus inderdaad in een van die studies was het zo dat we juist om de experimentele condities gelijk te trekken, de controlegroep wel ook hoog op de muur hadden laten hangen voor 6 minuten, wat dezelfde duur was. Dus die hadden de angst ervaren. Maar die gingen dus echt niet beter darten. Alleen de groep die hoog op de muur ook daadwerkelijk hun dartpijlen had gegooid. Ik ben toch geïntrigeerd door dat onderzoek. Waar hing dat dartbord precies eigenlijk? Ja. Nou, en wat gebeurde er als je mensen bord aan een klimmuur en ik zie met een dartpijl. Ja, hoe heb je dat precies laten doen? Ja, we hadden een klimmuur van ongeveer 3,5 meter breed. En daar kon je dus gewoon aan de zijkant aan 4, dus links zeg maar, op de muur, als je naar de muur kijkt, links met 4 grepen kon je daar vasthouden en op staan. Ja. En dan aan het eind van de muur haaks
Op de klimmuur hadden wij dartboards gemonteerd. Precies ook wel op de dart afstand. Maar dat paste precies binnen die 3,5 meter. Ja. Dus moesten ze hangend aan één hand. Uiteraard en met twee voeten op de steunen moesten ze naar de zijkant toe. En als ze een pijl naar beneden lieten vallen, moesten ze zelf naar beneden klimmen om hem op te halen. Ja. En weer terug. Hè? En dan onder vermoeidheid nog een keer gooien. Is Nederland daarom zo goed dartland geworden? Daar zijn ze bij jou allemaal mee in de klimmuur langs geweest. Had je voor proefpersonen van de Voort, van Gerwe? Nee. We hebben wel één studie gedaan met experts en studenten. Waarbij ik niet weet, was een studentproject, waarbij ik niet weet welke experts we hebben gehad. Maar ik weet dat het niet van Barneveld en van Gerwe waren. Maar wel, en dan zie je ook wel verschillen tussen ervaren darters en studenten. Waarbij de ervaren darters, die zijn natuurlijk toch ook wel wat gewend. Dus binnen zo'n experimentele setting bleven die het redelijk goed doen. Terwijl studenten daadwerkelijk al het gedrag lieten zien wat we zouden voorspellen. Namelijk minder goed kijken, waren nerveuzer. Nou, de darters waren ook wel nerveuzer. Maar de darters slaagden er ondanks dat in om het allemaal net goed genoeg te houden om dezelfde prestatie neer te zetten. Mooi. Hey, we zijn bijna een uurtje rond. Ik heb veel begrepen over presteren onder druk en hoe je dat kan trainen. Namelijk het opwekken van de stress. Wat ik grappig vind, je hebt al twee keer of zo in een soort bijzin, noem jij dan even snel de druk mitigerende maatregelen. Ja, even focus op je ademhaling, focus op je taak. Hè? Alsof dat bijna, ik wil niet zeggen niet interessant, maar dat zijn redelijk bekende methodes. Misschien toch heel goed om even kort op te sommen. Wat moet je nou doen om die stress vervolgens en die stressreactie weer wat te dempen? Ja, dat is goed. Het is een heel goed punt dat je dat naar voren brengt. Want, en dat is ook precies waarom ik dit in bijzinnen noem. Niet in hoofdzinnen. Want het gaat er mij dus niet om dat je die druk verlaagt. Juist niet. Of dat je die angstgevoelens verlaagt. Niet in de training, maar wel uiteindelijk in die kwartfinale waar je die penalty shootout hebt, toch? Nee, want je kunt je taak gewoon uitvoeren. Ja. Met alles wat er door je lijf gaat. Dat is precies het doel. En nogmaals, en daarom zijn het bij mij bijzinnen. Tuurlijk sluit dat niet uit. Hè? En dat is juist ook een effect dat als je traint onder druk. Nou, de ervaring is, als in ieder geval in de experimenten die we doen. De eerste keer gaan mensen echt van, wow, wat gebeurt mij? En de prestatie is slecht. En ze geven aan, ja, ik was inderdaad nerveus. Maar als ze dat een paar keer dan gaan doen. Ja, dan gaan ze op zoek naar, ondanks dat ze angstig zijn, om toch hun taak weer uit te voeren. Dus, en daar gebeurt deels, en dat zou ik het mooist vinden, maar daar red je het niet altijd mee. Impliciet ga je zoeken van, hey, ik moet toch even rustiger ademhalen. Hey, ik moet mijn aandacht bij de taak halen. Maar dat staat los van het feit dat je, tuurlijk, daar kun je ook echt apart op oefenen. Je kunt echt ademhalingsoefeningen doen, alleen de vraag is altijd, hoe transfereert wat je, zeg maar, buiten de context hebt geoefend aan dat soort vaardigheden. Hoe transfereert dat nou naar die uiteindelijke stressvolle omstandigheid waaronder je het moet doen? Dus, maar tuurlijk is het ook zo dat als jij onder druk leert, of als je onder druk traint, dan word je ten eerste bewust van, dit zijn de reacties die ik heb. Tweede is voor mij het belangrijkste, je leert je taken uitvoeren onder die omstandigheden, maar daar hoort ook bij dat je dus leert je aandacht te richten terwijl je zenuwachtig bent. Of je aandacht terug te richten. Hè? Dat je eerst eventjes bent afgeleid. Maar dat je daarna zegt, oh, maar nu focus ik weer. Want nu ga ik mijn dartpijl gooien. Of mijn penalty schieten. Ja. Dus dat zijn al die processen. En daar hoort dus ook bijvoorbeeld van, ik moet echt toch even twee keer ademhalen voordat ik ga lopen. Of voordat ik die penalty of die dartpijl gooi. Weet je? Dat zijn. Ja. Maar dat ontdek je dan vanzelf. Omdat je anders je taak niet goed uitvoert. Ja, mooi. En echt voorafgaand, zeg het uur of twee uur voor een wedstrijd. Die spanning waarmee je opstaat en drie keer naar de wc moet en dat soort dingen. Zeg je daar wel prima ademhalingsoefeningen of mindfulness? Ik weet niet, ook, zoek daar waarschijnlijk ook gewoon iets bij wat bij je past. En wat jou kalmeert of de spanning weg kan nemen. Zeker. Er zijn natuurlijk nogmaals, er zijn allerlei mentale trainingstechnieken om daar goed mee te leren omgaan. En natuurlijk is het ook zo dat er sporters zijn die zijn zo nerveus dat ze bijna niet meer kunnen functioneren. Ja, natuurlijk, die moeten zorgen dat ze minder nerveus worden. Ja. Maar mijn uitgangspunt is altijd van als je uiteindelijk daar staat waar je moet staan, dan zul je nerveus zijn of dan zal er spanning op staan of dan zal er druk op staan.
Maar ja, absoluut. Hè. Het moet wel behapbaar blijven. Maar het geeft natuurlijk ook veel... Ik denk dat het ook automatisch gebeurt. Als jij hebt geoefend met druk, dan geeft je dat ook zelfvertrouwen dat je in die omstandigheden dat kan doen. En tuurlijk, als een bijeffect is dat je gewoon ook relaxter bent, ja, dan juich ik dat natuurlijk toe. Maar je zal nooit totaal relaxed zijn, want dat is gewoon niet de realiteit. Nee, en dat is wel een mooie rol. Dat herken ik tweeledig. Enerzijds uit veel wedstrijden doen, dat je inderdaad ervaart. Oh ja, ik ben deze ochtend heel gespannen. Oh ja, mijn hartslag gaat om, maar het komt wel goed. Hè, dit hoort erbij. Dat is wat je zegt, die ervaring en die bewustwording. En anderzijds vanuit mijn werk ook op een podium heb je natuurlijk ook altijd nog zenuwen of spanning. Maar inmiddels kan ik dat ook wel omdenken in, dit is gewoon energie. En je hebt in het Engels het mooie verschil tussen het woord anxiety en excitement. Vertalen wij allebei als opwinding of spanning. Ja. Maar dat zijn natuurlijk met twee hele verschillende ladingen. Dus daar is volgens mij, als je dat omgedacht krijgt en denkt, dit hoort er gewoon bij. Dan is dat ook oké. Kun je het omarmen, kun je het gebruiken. Ja, ja. Nou, zeker. Hè. Dat is de switch die je graag wil zien. Dat je de symptomen die je hebt, hè, die je toch gaat krijgen, maar dat je die positiever kunt labelen. Ja. En dat je zegt van, hey, dit hoort erbij. Dit betekent dat er nu eindelijk wat... Het is wedstrijddag. Ja, het is wedstrijddag. Ja. We mogen. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk het effect wat je wil. Ja, zeker. Ja, leuk. Zoals die sporters er zijn, die zeggen juist van, nou, ik ben die juist in de wedstrijd veel beter zijn als in een training. Omdat ze dan juist die spanning nodig hebben om te moeten presteren. Ja. Ja, zeker. Raoul, doe je zelf nog wel eens aan wedstrijdsport? En inmiddels niet meer. Ik heb mijn hele leven gebasketbald zelf. Ik heb het bijna 40 jaar lang volgehouden. Maar uiteindelijk ben ik gestopt. En mijn rug is... mijn rug is nog steeds blij dat ik gestopt ben. Maar, dus ik probeer wel sportief bezig te blijven. Maar af en toe dan moet ik mijn rug in het gareel krijgen. En wat doe je dan? Een beetje hardlopen? Een beetje fietsen? Spelen. Ja, ik probeer een beetje te hard te lopen en te skaten. Een beetje gewoon rondjes, gewoon lekker in het landschap. Hey, maar goed, dan kunnen wij dus aan jou zo'n heel mooi Active Dry, slimmer presteren sportshirt heel goed kwijt. Absoluut, die kan ik heel goed gebruiken. Mooi. Nou, die gaan we naar je opsturen als dank voor deze mooie, inzichtelijke, virtuele koffie die je met ons gedronken hebt. Mochten mensen nou naar aanleiding van deze aflevering nog vragen, opmerkingen, twijfels, tegenwerpingen, rectificaties hebben, mogen we die naar je doorzetten? Ja, absoluut, tuurlijk. Ja, graag. Leuk, mooi, toch, Jochen? Ja, zeker. Zal ik dan eens even uitleggen hoe mensen die bij ons kunnen krijgen? Kan namelijk op een aantal manieren. Wij zijn te vinden op social media, met name op LinkedIn als de Slimmer Presteren podcast en op Instagram als de @slimmerpodcast. Daar gaan we ons daar vooral volgen, want dan zie je iedere vrijdag waar de aflevering van die week over gaat. Daar kun je dan op reageren. Of je kan ons daar een direct message sturen. Je kan natuurlijk ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar kun je van iedere aflevering een eigen pagina vinden. Die kun je daar pakken, kan je rond WhatsAppen, die kan je op je eigen LinkedIn zetten. Je kan ook naar de webshop, kun je zelf zo'n shirt bestellen, of een buff, of een boek, of een mok. Nou, allemaal mogelijk. En je kan ook via die website doorklikken naar Vriend van de Show. Kun je vriend van de show worden. En het leuke is, als je vriend van de show bent, dan kom je bij onze WhatsApp communities. En dan kun je bijvoorbeeld jouw eigen anekdotes en ervaring over wedstrijdspanning, of hoe je daarmee omgaat, of hoe je dat positief gelabeld krijgt, of hoe jij traint op druk, met ons delen. Mag trouwens ook via de socials natuurlijk. Of je mag ons mailen met jouw mooie verhalen, of eventueel vragen voor Raoul via post@slimmerpodcast.nl. Tot zover. Nog een paar dagen in dit mooie jaar. We gaan oliebollen bakken, denk ik. Dat is een goed plan. Weet jij al hoe je het gaat vieren, dat oude jaar? Hoe ik dat ga vieren? Ja. Op een Spaanse wijze, hè? Ja, in Spanje, hè? Ja. Nou, lekker, man. Dat wordt even snel op en neer, want volgende week nog een aflevering. Hola, ja. Hola, buenos años. En jij, Raoul, nog mooie plannen? Nou, we gaan gewoon lekker rustig thuis vieren. We hebben een hond, dus het vuurwerk is altijd een uitdaging. Maar we houden lekker de rust en dan gaan we lekker het nieuwe jaar in. Precies, even vakantie en dan opladen voor mooie nieuwe onderzoeksprojecten. Laten we bij deze je uitnodigen. Als je nog eens mooie bevindingen of aanvullingen hebt, dan weet ons te vinden. Dan maken we gewoon een Raoul Audiance deel 2. Hartstikke goed. Goed, man. Dankjewel. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. En tot volgend jaar dan. Hè? En tot volgend jaar, ja.
Wat leuk dat je deze aflevering helemaal tot het einde hebt uitgeluisterd. Want zoals je weet krijg je dan van ons nog een luistertip uit ons rijke archief van meer dan 160 afleveringen Slimmer Presteren podcast. Jurgen, welke aflevering zou je deze week onder de aandacht willen brengen? 113. Daar hebben we gesproken met Jens van Lier, een Belgische sportpsycholoog. Hij geeft het belang aan van scenario's opstellen en denken over scenario's. Wat kan er allemaal verkeerd gaan tijdens een race en hoe pak je dat dan aan? Nou, dat past precies eigenlijk ook in wat Raoul Audians zojuist vertelde. Dus het is goed om dat nog eens even terug te luisteren. Ja, precies. In die aflevering ging ik op de bank bij hem naar aanleiding van wat rare zaken en onverstandige dingen die ik deed tijdens mijn wedstrijd bij de Keistad Triathlon. Oh ja, dat was geen water meegenomen, hè? Bijvoorbeeld. Ja.